Oogheelkunde is een vakgebied met intrigerende innovaties. In dit vak zijn relatief veel nieuwe technieken en toepassingen. We praten met de heer Sol en de heer Klein-Wolthuis over ontwikkelingen in de zorg, apparatuur, automatisering, service en trainingen. Je ziet eigenlijk twee ontwikkelingen in de zorg. Aan de ene kant concentratie van de zorg van de moeilijkere patiënten. Aan de andere kant spreiding over het land van de wat eenvoudigere behandelingen. Je kunt met een reinende oogpolie kun je naar de patiënt toe gaan in de eigen wijk. En dan kun je dus eigenlijk nog een stapje verder in de spreiding gaan. Een reinende oogpolie bestaat uit drie oogbussen en een ontvangstruimte. In de oogbus zit een optometrist, die doet het onderzoek. Indien hij er zelf niet uitkomt, legt hij verbinding met een oogarts in het ziekenhuis. De reinende oogpolie brengt de oogapparatuur en de specialist in de buurt van de patiënt. Dat vraagt wel van de apparatuur dat het in staat is om te kunnen verplaatsen. Voor het concept is internationale belangstelling vanuit China, vanuit Thailand, vanuit Zwitserland. Het bijkomende effect is eigenlijk het effect wat erachter zit, namelijk dat je niet alleen oogheelkundige zorg doet, maar ook meewerkt aan het reduceren van de eenzaamheid in de wijk. Mensen komen elkaar hier tegen, maken een praatje, terwijl ze zitten te wachten om naar de optometrist te gaan. En dat is de echte meerwaarde van de oogbus, vermindering van de eenzaamheid van patiënten in de wijk. Voor die behandelingen in bussen is dus de juiste apparatuur nodig. Lameris Otech houdt dit soort zorginnovaties nauwlettend in de gaten. Hiermee heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot specialist in oogheelkundige apparatuur. In een veranderende zorgmarkt is het van essentieel belang dat je naast het leveren van apparatuur ook meedenkt en oplossingen aandraagt. Voorbeelden hiervan zijn ICT-oplossingen, type inrichtingen, praktijkefficiëntie en financieringsmogelijkheden. Een aankooptraject van apparatuur bij een ziekenhuis vergt heel veel tijd. Dit kan soms langer duren dan 1 jaar. Tijdens zo'n project wil de klant heel graag een betrouwbare partner die het project van A tot Z volledig managt. En daarbij ook adviezen geeft, demo's doet, trainingen geeft, al dat soort zaken. Mijn tip is, blijf continu vooruitkijken. Dit levert prachtige kansen op in de markt.